te krijgen. En als je later goed te zien in de toeslag van de dag. Want langzaam maar zeker zakte die AEX-index verder weg tot het niveau dus, waar we nu besloten zijn. Dat is 403,8, meer dan 1,2%. Ja, vandaag niet een mooie dag, maar na de afgelopen tijd geen goede beurs dan. Als we hem helemaal even terugkijken, hoe ziet het eruit dan? Ja, niet best. De afgelopen weken, iedere vrijdag zaten we hier en moesten we weer concluderen, want het was weer geen goede beursweek. Deze week bijvoorbeeld is de AEX 5% heeft de AEX 5% verloren, de week voor 3% eraf, de week daarvoor ook 5% eraf. Dus ja, dan gaat het weer wel heel hard. En dat is goed te zien als we dan wat langere verloop van die AEX kijken. Ik heb er de afgelopen 3 jaar erbij.